We willen dus die nieuwe geitenhouderijen die uit hun plek vertrekken waar, ze, waar de omgeving vindt dat ze overlast veroorzaken, dat ze naar ons verhuizen om hier overlast te veroorzaken. Dat zouden we heel vervelend vinden. We willen daar graag ook onze inwoners tegen beschermen. Maar hoe gaat u dat dan doen? Gaat u inderdaad gewoon een beleidsregel opstellen waarin staat geen geitenhouderijen gewenst vanuit andere provincies? Nou, we moeten wel even goed nadenken hoe we dat precies formuleren, want dat is wel ingewikkeld. Het is natuurlijk een ruimtelijk ordeningsbeleid onder andere. Dat betekent dat ook mensen makkelijk naar de Raad van State kunnen als ze zeggen van ja, maar ik wil graag een bedrijf vestigen en je regel klopt niet. Blijkt ook in de praktijk dat bedrijven dan nog wel eens gelijk willen krijgen. Dus we moeten zorgvuldig zijn en precies goed formuleren. Dus daar wil ik geen voorschotje op nemen. Dat betekent dus dat het wel even tijd gaat kosten, want u wilt het zorgvuldig aanpakken. Betekent dus ook dat ondertussen die geitenhouderijen die bijvoorbeeld niet meer in Brabant terecht kunnen, dat die dan nog kunnen denken, nou dan kunnen we in die tussenliggende tijd toch wel even snelle vergunning aanvragen in Flevoland. Ja, precies. Dat zou zich kunnen voordoen. Dat gaan we dus goed in de gaten houden. We hebben nu geen probleem wat een soort van noodbesluit rechtvaardigt. Als dat blijkt dat zich dat verandert en dat zich wel voordoet, dan kunnen we ook nog een noodbesluit of een spoedbesluit nemen om dat te voorkomen. Maar er is nu nog geen aanleiding voor. Nee, er zijn niet heel verschrikkelijk veel geitenhouders die zich aanmelden. Nee, precies.